De Belastingdienst Suriname is op maandag 3 april jongstleden van start gegaan met de zelf-assessment hulp bij aangifte, meer bekend als SASHUBA. Belastingplichtigen kunnen tot en met 28 april bij de belastingkantoren in Paramaribo en overige districten terecht voor deze gratis dienstverlening. SASHUBA is een jaarlijks terugkerende en kosteloze dienstverlening met als doel personen te stimuleren hun fiscale verplichtingen na te leven. U hoort HUBA-coördinator Marlon Simonson. HUBA is de afkorting van hulp bij aangifte. Sinds 1995, traditiegetrouw, elk jaar verleden we dienstverlening aan degene die het aangiftebiljet inkomstenbelasting niet kunnen invullen. We geven de mensen de gelegenheid in de maand april, hè, om dan te komen naar het belastingkantoor waar kosteloos hun biljet wordt ingevuld. Natuurlijk zijn er wel een voorwaarde eraan verbonden. Het is een selecte groep mensen. We helpen de mensen die restitutie vragen. We helpen de remigranten die uit Nederland zijn teruggekeerd. We helpen de kleine ondernemers die dan met hun verlies- en winstrekening en balans moeten komen. En we helpen mensen die misschien een dubbel loon hebben. Die helpen we dan ook. Op twee plaatsen verdienen ze. Dus het is wel beperkt tot een bepaalde groep. De mensen die in aanmerking komen voor restitutie zijn mensen in de eerste plaats die ergens werken. Ze krijgen een salaris en ze hebben een hypotheek genomen om een huis te bouwen, een huis te verbouwen, een huis te bouwen of een huis te kopen of een huis af te bouwen. Dus die mensen die bijvoorbeeld een perceel kopen of die mensen die die hypotheek gebruiken om persoonlijke dingen te doen, die komen niet in aanmerking. Dus uitsluitend een woning. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken. Studiekosten, de mensen die studiekosten, studerende kinderen hebben. De mensen die uitgaven hebben, bijvoorbeeld kosten hebben voor wat begrafenis betreft, voor wat ziektekosten betreft die niet gedekt zijn door een verzekering, die kunnen ook in aanmerking komen. En als je zegt, ik geef mijn schoonmoeder of mijn moeder of ik geef mijn ouders een bepaalde uitkering vanwege hun leeftijd of vanwege hun financiële status, kan je ook in aanmerking komen voor restitutie. Wat zijn de bescheiden die ze moeten meenemen? In ieder geval voor de hypotheek ga je dan een hypothecair uittreksel van het GLIS moeten brengen. Je gaat je loonopgave moeten brengen, originele loonopgave. Je gaat dan de rentestand moeten brengen. Hè. Wat voor rente heb je betaald van de bank, ook origineel. En een kopie van de overeenkomst waarin we kunnen zien waarvoor die hypotheek genomen is. Vanaf wanneer is de dienstverlening HUBA gestart? En tot wanneer duurt het? We zijn gestart op 3 april en we eindigen op vrijdag 28 april. Zijn de tijden? Dus in Paramaribo en in de districten, dan zitten we op van 8 uur tot 1 uur. In Coroni is het van 9 tot 1 wel. Maar in overige plaatsen, in Komowijnen, in Nikeri, Paramaribo, in Wanica Zuidoost bij de DC en Wanica West ook bij de DC daar en op Para zitten we van 8 tot 1. Meneer Simonson, hoe wordt de berekening gemaakt voor de restitutie? We kijken naar het salaris, hè. We kijken hoeveel je hebt verdiend. We kijken naar het bedrag dat je aan hypotheekrente hebt betaald. En dat bedrag wordt dan in mindering gebracht van het inkomen. En dan ga je dan weer de belasting berekenen. En als we die belasting berekenen, dan is die minder dan wat je origineel hebt betaald. En het verschil daarvan is dan de restitutie.